Dames en heren, ik zal u vanavond over de Pioneering Spirit vertellen. Het meest saillant over het schip is de afmetingen. De capaciteit om bovenbouwconstructies van platforms te tillen van tot 48.000 ton en onderbouwconstructies tot 25.000 ton. Maar eigenlijk is technisch voor ons ingenieurs het interessantste het bewegingscompensatiesysteem. Om in ruwe zeeën tot golven van zeg 3 meter significant de bewegingen volledig uit de last te halen, zodat je door kan werken en platforms op kan tillen of neer kan zetten. En dat maakt dus dat dit schip, wat een single lift ship heet, zo kan werken. Dit is dan het uiteindelijke concept. Die hefbalken op de voorgrond met die rode klemmen, daar moet u op letten, want die komen straks foto's van terug. En een grote accommodatie achterop, het jacket, wat van de bodem getild kan worden of neergezet zal worden. Hier komt het schip dus om het platform heen. Dit is een gravity structure met betonpoten. En die rode klemmen die dragen grijze jukken en die worden dan dichtbij gebracht. Hier zie je dus dat juk stilstaat in de ruimte ten opzichte van dat platform, terwijl het schip behoorlijk heen en weer gaat. Dat is het geheim van de inrichting. Hier wordt de helft van het schip opgebouwd in een drijvend dok. We hadden besloten om die verbreding te doen. Toen ben ik meteen de volgende dag naar Aberdeen gevlogen, naar Shell. En gezegd... Gezegd, nou, je weet, wij kunnen 3 van jullie 4 platforms doen, maar wij hebben gisteren besloten om het schip met 7 meter te verbreden. En toen zei die projectdirecteur van Shell, dat is mooi, dan kunnen jullie het 4e platform ook doen. Ik zeg, nou ja, dat... Dit is een van de hefbalken, dit is in Italië gebouwd, bij Cimolai, dichtbij Venetië. Ook een vreselijk moeilijk werk. Nederland heeft zo enorm veel kennis en capaciteiten en zo'n goede naam in equipmentleveranties, dat wij, terwijl we wereldwijd hebben aangevraagd, zo vaak bij Nederlandse bedrijven terechtkwamen. En dat is een grote eer voor Nederland. Het aardige hiervan is dat het hier keihard voer. Het voer ongeveer 15,5 knoop. Maar in feite, ten opzichte van de aarde, voer het 17,5 knoop, omdat het de stroom mee had. Maar wij noemen dit het speedbootfilmpje. En dit is de double joint plant. Hier worden stukken pijp van 12 meter, die dus met een bootje naar het schip gebracht worden, met een kraan aan boord gehesen, worden 2 stukken van 12 meter aan elkaar gezet, aan elkaar gelassen. Dan heb je een zogenaamde double joint van 24 meter. En die gaan in die hoofdlaststraat waar u de tensioner zag. Tolerantie-eisen, hoogwaardig staal, moeilijk lassen. Het is voor alle leveranciers een hele zware taak geweest. En ze hebben een fantastische job gedaan. Dus dat wilden we vieren met 3 dagen feest. In de video zagen we dat hij aan de voorkant had een heel goed compensatiesysteem. Maar aan de achterkant als een hele toren willen optillen. Hoe zit het dan met het compensatiesysteem en waar is dat voor? Ja, dat is een hele goede vraag. Aan de achterkant die nu nog helemaal leeg is, daar komt inderdaad dat hefsysteem wat u alleen op de tekeningetjes zag. Dat gaan we nu nog bouwen. Als private onderneming heb je ook natuurlijk altijd gefaseerd geld om een nieuwe fase uit te voeren. En dat is een kantelbalkensysteem. Het is eigenlijk een kantelbalkensysteem wat als kraan werkt, maar ook als neerleginrichting waar je op kan skidden. Ongelooflijk verhaal. Je moet er aan boord geweest zijn om het echt te voelen. Maar ik denk dat dit al een hele goede indruk gaf over de schip, de afmetingen, de prestaties. Bedankt van het publiek. Dames en heren, Edward Hierum.